Welkom bij nog een LOL opening. Ik wacht echt, als de Little Sisters er zijn, dan ga ik ze wel vermelden. En dan koop ik echt de Little Sisters. Hoop dat we die... Nou, gaan we gelijk beginnen. Die zit te testen. Ik hoop dat hij nou wel goed opent. Ha, misschien de onderkant. Soms wilt hij niet goed openen. En dat heb je nu in mijn series 2. Nou pakt hij hem helemaal. Ik hoop dat ik geen dubbele heb. En zo te zien heb ik een... Dit is... Fan girl. Dus zo was ze uit. Nou, dat kan verschillende kanten op. Wat denken jullie uit welke club ze komt? Die wil niet open. Die twee laag zijn weer de stickers. Wat een girl. Kan doen, kan ze plassen, huilen. Wat heb je nog meer? Van kleur veranderen en spoedigen. Nou, er zit dan een stickertje vast. Ik zal hem even hier op plakken. Zoals je weet plak ik de sticker pas op als Wave 2 er ook is. Want ik weet niet zeker of Wave 2 een aparte gedeelte heeft of helemaal beschikbaar is. Ik wil echt de genie hebben. Wil je ook de genie hebben? Lijkt me echt leuk. Maar ja, is dat hoort er bij deze categorie. Het is weer een groene bal. Het is geen weer of ultraweer flesje. Nou. Ik knip hem weer open. En het is een... Ah, die heb ik nog niet. Een gele met een zilveren of een... En dan gaan we even kijken. Welke zou... Nou, het zou geen glitterati zijn. Zou die hierbij horen? Lastig. Of hier bij deze twee. Nou, ik heb laatst gezien dat ik de Van Gogh open had. Of deze... Zou het de genie zijn? Wat denken jullie? Nee, zij is het niet, want ik weet welke fles het is. Er zit een beetje raar, denk ik. Volgende. Gaan we naar de schoentjes. Zou ik bij de schoentjes wel weten welke ik heb? Nee, dus als je net nieuw bent met de flesjes openen, zou ik niet 1, 2, 3 weten. Maar bij de schoentjes weet je het meestal dat wel. En wat voor schoentjes heb ik? Ah! Gele schoentjes. Zou dat niet de genie zijn? Zou het de genie zijn? Die gele schoentjes? Ik zei net, zou het leuk zijn als we de genie hebben. Nou, een genie is een fancy. Dus zou het kunnen dat we hier uit een fancy, de groene bal een fancy hebben. Dat bleek ook een groene bal, nou ook een fancy. Nou, dan doen we dat even zo. Nou, volgens mij is het een tweedelige setje. Nee, dit is, ik weet al welke dit is. Weet jullie welke dit is? Het is geen genie, want dat zijn sandales. Het is haar. En hoe heet ze? Hij wil niet focussen. Bonbon. En het is ook een fancy. Dus ik denk dat je groene ballen een fancy krijgt.
eruit. Deze kan weg. Deze kan ook weg. Hop. Dit is een, wat heeft ze? Een bril. Deze lijkt me echt heel erg leuk. Kijk, een bril. En naar de pop. Mijn batterij is bijna leeg, dus ik moet een beetje opschieten. Moet ik hem weer gaan. En dit is de pop. Ah, kijk. Ik heb gemerkt dat deze niet van kleur verandert. Maar sommige. Het is bandon. Gaan we kijken. 3, 2, 1. Wat denken jullie? Nee, ja. De haar blijft gewoon hetzelfde. Ja, deze pop kan niet van kleur veranderen. Nee, dan gaan we kijken wat ze doet. Oh, ze zet goed water op. Ik hoop dat ik nou een spuugje krijg, want ik heb al 2 plassen gehad. En het is? Nee, wat moet ik niet goed doen. Oh nee, het is weer een plassen. Ik heb weer een plassen. Is dat de derde plassen die ik heb? Ah, dit is ook leuk, moet je opletten. Ik weet niet of je het kan zien. Het bubbelt. Nou, ik laat hem even aankleden. En dan laat ik hem helemaal zien. Ijsbubbelt zo. Nou, dit is een rokje wat je over je boven heen moet doen. Hoe krijgen we dit ooit omhoog? Zo, ja. Yeah. Zo, een rokje. Shirtje om. Dit is echt zo'n shirtje wat je niet zo 1, 2, 3 kan. Ik zal hem even afhalen en dan zou ik hem even... goed doen. Nou, kunnen we zo doen. Wat een moeilijke shirtje is dit. Omdat er geen hols in zit bij de armpjes. Ha, nou heb ik hem. Schoentjes aan. Zo. Brilletje op. En dit is een... de hint is een fangirl. En hij zit in de cosplay club. Dus het is een, iemand die graag verkleedt. Zo. Oeh, hij zit niet goed. Zo, nou zit hij goed. En dan zet ik hem op dubbel. Doe ik automatisch. En hup. Dat is hem. Hoe vinden jullie hem? Tot de volgende keer. Het zal wat na de vakantie worden. Dat ik weer een LBL bal opent en publiceert. Want ik heb deze al eerder opend voordat ik hem online zet. Daar heb ik meer tijd. Dus tot de volgende keer. Tot ziens. En vergeet niet te abonneren. En laat een comment in actie. Zou ik heel leuk vinden. En duimpje omhoog.